Donderdag 10 september bezoekt wethouder Carlo van Kan met een ambtenaar de kern Schinopgeul. En daarna nog een aantal andere kernen. Ik vroeg de wethouder wat hij daar precies gaat doen. Voor de zomervakantie heb ik een aantal kernen bezocht met bewoners. En daar zijn een aantal actielijstjes uit voortgevloeid om op verschillende onderdelen waar bewoners opmerkingen over hadden of zich aan stoorden om, om die dingen op te pakken. En na de zomervakantie ga ik de drie kernen die ik nog niet bezocht heb, ga ik ook bezoeken. Spreekt u daar ook gewone burgers of is het alleen maar mensen van de kernraden? In principe spreek ik gewone burgers, want iedereen kan zich aanmelden. Het verloopt in principe niet via de kernoverleg. Het is een vrije aanmelding voor iedereen. Iedereen kan zich aanmelden op info@valkenburg.nl of bellen voor een afspraak om mee te lopen op 14043 met het klantcontactcentrum. Niet iedereen heeft internet, niet iedereen wil bellen, maar men wil toch zijn zegje doen. Kan dat ook op die dag in de kern als u daar bent? Dat kan ook op die dag in de kern als ik er ben. Ik heb laten aankondigen via diverse kanalen waar ik begin, waar ik start en hoe laat ik start. Het is meestal in een café of in een lunchroom. En als mensen die informatie opgepikt hebben, bijvoorbeeld van de televisie of bij TV Valkenburg, dan kunnen ze gewoon daar naartoe komen en dan kunnen ze meelopen. Welk nut denkt u dat zo'n kernoverleg heeft? Want men heeft nogal wat kritiek op de mensen in Dessenborg van ze horen het wel aan, maar ze doen er niks mee. Nou, voor mij het belangrijkste bij zo'n tocht door een kern is vooral de eerlijkheid. Op het moment dat mensen problemen aankaarten, probeer ik in te schatten of wij daar als gemeente wel iets aan kunnen doen. En het komt ook wel eens voor dat wij er als gemeente niets aan kunnen doen. En op het moment dat je die duidelijkheid kunt geven aan mensen, dan is er een stuk van de frustratie weggenomen. Maar kort bij de burger staan en vanuit hun eigen straat of vanuit hun eigen plein horen welke problemen er spelen, dat is wel een van mijn manieren om te communiceren met die burger. En dan communiceert hij ook naar buiten toe? Dat communiceer ik ook naar buiten toe, inderdaad. Welke data en welke kernen gaat u binnenkort bezoeken? Binnenkort zijn aan de beurt, en dan moet ik even spieken, 10 september om 4 uur Schinopgeul. Dan vertrekken we vanaf Café de Kleine Koning. 1 oktober, 4 uur vanaf Broekum, Café Oude Broekum vertrekken we dan. En de laatste, 8 oktober, 4 uur vertrekken we voor de Centrum Valkenburg. En dan nemen we ook mee de Heekerbeek en de Emmenberg. Vertrek vanaf Lunchroom Botterwijk. Dus elke keer op donderdag. Dus men kan zich aanmelden via de genoemde kanalen. En dan kan men meelopen met mij en een ambtenaar om aan te geven wat de ergernissen en wat de verbeterpunten zouden kunnen zijn waar de gemeente iets aan kan doen.